allemaal bij dit Studium Generale. Dat we het samen met Studie Succescentrum, Academie Mens en Arbeid, Ad Bergsma van lectoraat Gezondheidszorg. Zeg het eens. Zelfmanagement. Organiseren en dat alles ook geïnspireerd door de Maand van de Filosofie. Het is een programma met de titel Jong en Opgebrand. En de sprekers zijn Bregje Hofstede en Erno Hermans zitten hier vooraan. God, wie is er nou niet groot geworden met stress, zou je zeggen, maar zodra bekend is dat 19% van jonge twintigers al een burn-out heeft gehad, is dat wel, is er wel wat werk aan de winkel, is er iets schrikbarends aan de hand. Hoe komt dat? Wat zijn de oorzaken, gevolgen en de oplossingen? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek naar stress over de relatie stress, hoofd en lichaam? Kortom, wat staat ons te doen? Dat is wat we gaan bediscussiëren. De routekaart is dat beide sprekers 20 minuten spreektijd hebben met na elke spreekbeurt iets van 10 minuten verhelderende vragen. En na allebei hebben we veel tijd voor discussie en vragen. Om 17:15 is collega Cecile Plomp, regisseur video in het werkend leven. En daarnaast is ze in het werkend leven volgens een opleiding tot zen-leraar. En voor wie wil geeft zij een meditatie van 15 minuten. Oh, 6 minuten. Oké, meditatie. Goed, dan geef ik graag het woord aan Ad. Ja, mijn taak is welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Een vrij grote getale. Het onderwerp stress blijkt te leven. Dat heb ik ook even bij een paar mensen nagevraagd die er ook direct zelf mee te maken. Dus ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben vooral blij dat ik het woord kan geven aan twee mensen die er echt verstand van hebben. Eerst Bregje. Die heeft een prachtig boek geschreven, De herontdekking van het lichaam, over burn-outs. Ik laat het even zien, het is niet te koop, maar wel in de boekhandel in ieder geval. En zij is daarnaast een correspondent bij DeCorrespondent, wou ik zeggen, maar het is niet zo'n handige samenstelling bij die website. Ze heeft geschreven over burn-out, vaste gewoontes en gaat zich nu richten op feminisme. Zij vertelt een meer persoonlijk getint verhaal en daarna wordt het woord gegeven aan Erno Hermans, die net als ik psycholoog is, ook nog dezelfde plek heeft gestudeerd, maar hij heeft wat meer succes dan ik. Hij werkt nu bij het FC Donners Instituut op het gebied van neurowetenschap. En waar Bregje pleit voor terug te keren in het lichaam, zal hij het lichaam verlaten en zich specifiek richten op wat zich onder het schedeldak gebeurt bij mensen die stress hebben. Dus ik geef nu heel graag het woord aan Bregje en succes! Ja, kunt u me allemaal zo verstaan? Mooi. Mocht ik op een gegeven moment onverstaanbaar worden doordat ik dit doe, wuift u dan even naar mij. En mocht u een vraag hebben die absoluut niet kan wachten, wuift u dan ook even naar mij. Nadat ik uitgesproken ben, is er sowieso tijd voor vragen. En ik wil eigenlijk eerst beginnen met een vraag aan jullie allemaal. Namelijk, ik ben benieuwd wie van jullie iemand kent in je directe omgeving die een burn-out heeft of heeft gehad. Ik hoef alleen vingers te zien. Oké, dat zijn serieus bijna alle vingers. Dan wil ik graag weten wie van jullie deze week of afgelopen week minstens 1 keer na het avondeten nog je werk- of studiemail bekeken heeft. En voor wie van jullie was vanochtend het eerste wat je deed, je smartphone checken? Ja. Als je iets wil zeggen over rust in de samenleving nu, dan ga je het onvermijdelijk hebben over het gebrek aan rust in de samenleving nu. Want rust is een moeilijk onderwerp, maar wat er gebeurt als je die rust niet neemt, dat is steeds duidelijker. Bijvoorbeeld in de generatie waar ik en de meeste van jullie deel van uitmaken, zeg maar de generatie 25 tot 35. Wij hebben een kans van 1 op 6 om opgebrand te raken, volgens cijfers van het CBS. Zelf heb ik dat al achter de rug. Ik was 24 toen ik mijn burn-out kreeg. Ik ben nu 28. Het heeft mij ruim 3 jaar gekost om daar overheen om daar echt van te herstellen. En dus voor veel van jullie, als je het niet al gehad hebt, dan zit het in je toekomst of in de toekomst van de mensen vlak om je heen. Dus dat gebrek aan rust is echt iets waar we als samenleving volgens mij niet meer omheen kunnen. Op het moment dat ik dus echt opgebrand thuis kwam te zitten en niks meer kon doen, dat lichaam was alles beheersend. Ik kon niet meer lezen, ik kon niet meer, kon niet meer werken natuurlijk. En het enige wat er nog was, was die hartkloppingen en die hyperventilatie, die buikpijn, die piep in mijn oren. Dus ik was in één keer alleen nog maar dat lichaam wat daar in die stoel zat. Toen heb ik gedacht, oké, ik ga dus rust nemen. En lichaam, ik heb je gehoord, ik heb begrepen dat ik beter voor je moet zorgen, ga ik nu doen. En wat ik vervolgens ging doen, is in een valkuil stappen die ik heel veel mensen om me heen zie maken. Speciaal jonge mensen en misschien wel speciaal jonge vrouwen. Maar ik zie het ook in bijvoorbeeld bedrijven die dan voor hun werknemers gratis massages aanbieden op hun werk. Of mindfulness cursussen of yoga op het werk. Met de bedoeling dat hun werknemers dan net iets later opbranden en toch nog tot 10 uur 's avonds kunnen doorwerken. Wat ik zelf deed, was leek daarop. Ik dacht gewoon, oké, ik wil gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk. Dus hoe kan ik zo efficiënt mogelijk en zo intensief mogelijk uitrusten? Nou, heel veel avocado's eten, superveel lavendelthee drinken, sporten zoveel mogelijk en echt alle gezondheidstips opvolgen die ik kon vinden op blogs en van wetenschappers en van mijn burn-out begeleider enzovoort. Dus ik had na 8 uur geen lichtgevende schermen meer. Ik had vaste tijdstippen om naar bed te gaan voor mijn kopje warme melk. Ik ging elke dag, enzovoort, enzovoort. Zodat, je kent het wel, dat hele jachtige uitrusten met de bedoeling om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer te kunnen presteren. Die vorm van rust, kan ik u verzekeren, heeft niet zoveel zin. Zolang het uitrusten een vorm van presteren is en in dienst staan van zo snel mogelijk, zo hard mogelijk opnieuw kunnen presteren, had ik daar zelf in de herstel van mijn burn-out heel weinig aan. Dus het ging ongeveer zo. Ik ging weer iets beter, dan ging ik weer veel te hard en dan bam. En dan ging het weer zo. Dus dat is ook de reden dat het voor mij ruim 3 jaar geduurd heeft voordat ik weer enigszins op oude kracht was. Het kan sneller. Maar op deze manier kan het niet. Gaat het niet. Ik zou graag willen weten hoe je van je hyperventilatie bent afgekomen. Ik had die ten eerste bij vlagen. Dat is een soort van paniekreactie was dat. Omdat een van de dingen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld een burn-out, maar ook andere van dat soort ziektebeelden. Dat als op het moment dat je erin zit, geloof je dat het nooit meer overgaat. Het is een soort van, dus daar kwam ik dan in paniek van. En de eerste keer dat ik op een meditatiekussentje moest gaan zitten, werd dat nog veel erger. Omdat ik toen pas echt voelde, alle mensen, wat is er allemaal mis, zeg maar. Ik had niks anders te doen, ik moest een kwartier blijven zitten. Er gebeurde niks. Dat was me nog nooit overkomen. Dus ik hoorde keihard dat hart bonken en ik voelde ook die ademhaling gaan en dat werd dan veel erger. En toen wou ik opstaan en weggaan uit die meditatieoefening. En die docent die zei, denk je dat je nu zo gestrest wordt van het mediteren of was je dat eigenlijk al? Toen dacht ik, heb je al een punt. Dus ben ik toch maar blijven zitten. En voor mij was het een beetje een kwestie van accepteren, oké, dit is er al, dit gaat niet erger worden als ik er naar luister. Ik heb daar aan moeten wennen en dan langzaam met de rest van de klachten verdween dat. Maar een pasklare oplossing kan ik daarvoor niet aanreiken. Goed, nu is het goed. Houd dat in als het goed met je gaat. Waar merk je dat aan? Dat ik bijvoorbeeld dat ik niet langer meer dan 3 nachten per week niet of nauwelijks slaap. Omdat ik bang ben om niet te slapen, zoals ik bij burn-out. Dat ik niet meer met hartkloppingen wakker word. Dat ik weer energie heb om nieuwe dingen te doen. Dat ik hier sta bijvoorbeeld is ook altijd dat ik anderhalf jaar geleden niet gekund. Gewoon. Dan had ik gedacht, jezus, al die mensen en dan moet ik in de trein, daar is het luidruchtig. En de zon is veel te fel vandaag. Dus nee, het gaat goed. Hou zo. Dankjewel voor je verhaal. Dan wil ik nu heel graag het woord geven, een overstapje maken naar Erno Hermans. Die probeert het probleem van burn-out en van stress en hoe onze hersenen omgaan met moeilijke omstandigheden van de andere kant te bekijken vanaf de wetenschap. En hoe daar patronen in te ontdekken zijn en wat er eventueel aan is te doen. Maar de eerste vraag is, zo van, je gaat je concentreren op de hersenen bij stress. Is er nou iets mis met haar hersenen of is iets met onze maatschappij dat we daar zo, dat het zo vaak voorkomt? Kan je daar een kleine reflectie op geven? Doe je dat nu of vraag je me te doen? Even een klein begin, een kleine reflectie op wat zij vertelde. Een kleine reflectie op wat zij net vertelde. Nou, wat ik je wel zou willen meegeven is dat we ons onderzoeksveld, wij kijken zeker niet alleen naar de hersenen. Ik denk niet dat alles alleen maar in de hersenen moet plaatsvinden. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om een benadering te hebben waarbij de lichaam en geest als één benadert. En ook onderzoek naar beide. En ik vind dat onderzoek naar stress eigenlijk ook wel misschien het meest fascinerende onderwerp is wat dat betreft. Omdat het zo duidelijk is dat lichaam en geest één zijn in onze stress. Dat ga ik zo laten zien. Jullie krijgen het zo allemaal uitgelegd. Maar als er ergens duidelijk is dat wij een lichaam en een geest hebben die nauw met elkaar verbonden zijn, dan is het wel in die lichamelijke en geestelijke reacties. Oké, dankjewel. Dus een twee verhalen die mooi op elkaar aansluiten. Erno, ga je gang. Dankjewel, Ad. En, als eerste ook dankjewel aan Bregje voor dit prachtige persoonlijke verhaal. Dat is buitengewoon indrukwekkend. En, dus we gaan nu even naar een heel andere aanpak. Ik ben wetenschapper. Hersenwetenschapper, van oorsprong psycholoog, maar later meer verschoven richting neurowetenschappen. Dus ik onderzoek hersenen en kijk in gezonde vrijwilligers vaak wat er in je hersenen gebeurt als je onder stress staat. Dus als eerste wil ik jullie even meenemen naar een mogelijk stressvolle ervaring die je jezelf ook kunt voorstellen. Dus ik wil even jullie vragen je voor te stellen dat je presidentskandidaat bent in de Verenigde Staten. Dat is misschien moeilijk voor te stellen. Maar daarbij ook dat je nu aan een debat meedoet. Dus je staat in een debat, er staan camera's op je gericht, er is een zaal voor je. Je hebt zweethandjes, je hart klopt, je voelt je hart kloppen ook. En je hebt je voorgenomen om een cruciaal punt te maken. Dat bestaat uit 3 dingen die je wil zeggen. Ik ga zeggen 1, 2 en 3. Dan gaan we even naar deze meneer toe. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben, en die deed een poging om precies dit te doen, wat elke presentatietechniek en debatleraar je zou aanraden om te doen, om het zo aan te pakken. Nou, laten we kijken wat er gebeurt in deze stressvolle ervaring. And I will tell you, it's 3 agencies of government when I get there that are gone: commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. Hij kan zich het allerbelangrijkste punt dat hij wil maken niet herinneren, en het wordt alleen maar erger. En hij staat ook niet te lang. The third agency of government, yeah. I would do away with the education, the commerce, and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. Oops. Oeps. En met die oeps eindigde zijn politieke carrière en er is nooit meer iets van hem vernomen. Dat was Rick Perry. Hij is ook nooit president geworden. Nou is dit een heel interessant voorbeeld dat voor mij heel erg fascinerend is. Hoe stress zo'n reactie kan hebben, zo'n gevolgen kan hebben voor de manier waarop je hersenen functioneren. Iets wat we ons niet kunnen voorstellen dat je niet in staat bent om je zoiets belangrijks te herinneren. Nou zijn dit natuurlijk gevallen die voor hem dramatisch zijn, maar niet direct relevant misschien voor waarom je geestelijke gezondheid achteruit zou gaan. Maar we weten uit onderzoek ook dat stress van buitengewoon belang is bij de ontwikkeling van bijna alle psychiatrische stoornissen. En we hebben het vandaag natuurlijk over burn-out. Stress speelt ook een hele belangrijke rol bij depressie. Dus depressie ligt eigenlijk vrij dicht tegen burn-out aan. In angststoornissen speelt stress een hele belangrijke rol. Dus dat is één kant van de stoornissen waarbij je depressie en angst ziet. Ook aan hele andere soorten mentale aandoeningen zien we effecten van stress. Bijvoorbeeld bij verslaving. Waar duidelijk is dat mensen die verslaafd zijn aan stoffen dat meer gaan gebruiken als ze onder stress staan. Mensen die dwangstoornissen hebben, die krijgen meer compulsies als ze onder stress staan. En mensen met schizofrenie of met psychoses krijgen ergere psychoses. wanneer ze in stressvolle situaties komen. Dus op al deze manieren is het van ongelooflijk belang om te begrijpen wat nou het effect is van stress op de hersenen. Dat is mijn onderzoeksveld, dus ik wil je heel graag meenemen in mijn verhaal. In de hele, de hele vraag van wat nu stress doet op korte termijn met je hersenen. En wat er dan uiteindelijk op langere termijn de gevolgen zouden kunnen zijn. En dan komen we uiteindelijk ook bij burn-out terecht. Het uitgangspunt bij dit verhaal is dat stress en de systemen die leiden tot stress in ons lichaam natuurlijk niet voor niks aanwezig zijn in ons lichaam. Dit zijn systemen die zijn ontwikkeld gedurende de evolutie. En daar zit een achtergrond achter, namelijk dat dat defensieve systemen zijn. Dus dat zijn systemen die ervoor zorgen dat we beter kunnen overleven in gevaarlijke situaties. Dus ik ga hier even een voorbeeld laten zien van een situatie waarin misschien de mens in vroegere jaren, dus we zouden kunnen zeggen van eigenlijk zijn we niet goed aangepast aan de moderne maatschappij, maar de mens is meer aangepast aan een omgeving in de natuur waar mensen meer gevaarlijke dieren misschien tegenkwamen. En niet zozeer smartphones, in ieder geval geen smartphones. Dus laten we even kijken wat er bijvoorbeeld gebeurt in stressvolle situaties in een meer natuurlijke omgeving. Dus wat we hier zien is iemand die loopt door het bos en die vangt in een ooghoek het beeld op van een slang. Gevaarlijk dier. En wat we dan zien is dat er de aandacht eigenlijk daarheen getrokken wordt. Dat is heel belangrijk. Dat doet de amygdala, dat is een heel klein gebiedje midden in je hersenen. Het is niet dat je je aandacht daarheen stuurt, je aandacht wordt daarheen getrokken. Dus je hersenen reageren eigenlijk nadat je denkvermogen reageert nadat je al iets hebt waargenomen. Dus je hersenen doen dat helemaal uit zichzelf, via heel oude delen van je hersenen. Die amygdala is vervolgens heel belangrijk in het aansturen van je stressreacties. Dus die koppelt naar beneden toe, die gaat naar de bijnier toe en daar wordt adrenaline aangemaakt, er wordt cortisol aangemaakt. Dat maakt energiereserves vrij. En adrenaline zorgt bijvoorbeeld dat je hart sneller gaat pompen. En dat zorgt er ook voor dat je spieren onder spanning komen te staan. Dus je staat eigenlijk klaar om te kunnen reageren. Dus dit is eigenlijk de natuurlijke staat die jou brengt in een staat van acute stress. Om te kunnen reageren op onmiddellijke dreiging. En dat is een heel belangrijk systeem dat we daarmee kunnen overleven. Er zullen veel mensen zeggen van ja, slangen die komen nooit tegen in Nederland. Wij hebben die systemen daarvoor nodig. Dat kun je afvragen, maar ik zou het punt willen maken dat nog steeds ook in moderne maatschappijen, en dat zou je misschien aan deze persoon moeten vragen waarom dat zo is, dit nog steeds heel erg belangrijk is. En even die punt. En wat we hier nu zien is dat eigenlijk in dit hele korte clipje precies laat zien wat er allemaal gebeurt, ook bij het tegenkomen van die slang, namelijk dat je aandacht daar heel erg naartoe getrokken wordt. Je ziet zijn ogen bijna eruit knallen. En dat zet je spieren op spanning en dat maakt hem klaar om net op tijd weg te kunnen springen. En daarmee redt hij zijn leven. Dus deze systemen zijn van levensbelang om te kunnen overleven ook in moderne maatschappijen. We kunnen niet zonder stresssystemen. Zo ziet dat er nou uit in de biologie. Dus we hebben verschillende takken in het stresssysteem. Heel belangrijk om die te onderscheiden. Aan de ene kant hebben we het systeem wat te maken heeft met adrenaline. Iedereen kent wel adrenaline. Een aantal andere stoffen die daar ook bij betrokken zijn. Dat zorgt voor snelle reacties. Aan de andere kant hebben we het cortisolsysteem. Dat is een hormoonsysteem wat leidt tot tragere reacties in stresshormonen. Cortisol hebben de meeste van jullie denk ik ook wel eens van gehoord. De vraag die wij ons dan stellen als neurowetenschappers is hoe die lichamelijke processen uiteindelijk weer invloed hebben op de hersenen. Dus de hersenen sturen het aan naar beneden toe, maar er is ook een terugkoppeling weer naar boven toe, waarmee het lichaam eigenlijk het brein gaat aansturen om zich anders te gedragen. Dus daar zit die eenheid tussen lichaam en geest eigenlijk al een beetje. Dus wij onderzoeken, dus ik ben hersenwetenschapper en wij onderzoeken hersenen. En als je naar hersenen kijkt, zijn ongelooflijk complexe organen natuurlijk. En we kijken hier even naar de allerkleinste bouwsteen van de hersenen, dat zijn neuronen. En neuronen die communiceren met elkaar via verbindingen, dat noemen ze axonen en dendrieten. En dat kunnen we hier even zien in een filmpje. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En het fascinerende hiervan is dat we er zo verschrikkelijk veel van hebben. Dus we hebben 100 miljard neuronen in ons brein. Die zijn allemaal verbonden met elkaar in netwerken. En we hebben bij elkaar wel 100.000 kilometer aan verbindingen in één hersenpan. Dat kun je je voorstellen, dat is meer dan 2 keer rond de aarde. En dat in 1 stel hersenen. Die zijn allemaal met elkaar verbonden en op een of andere manier, als we geloven tenminste dat het brein zorgt voor ons denken, wat wij wetenschappers vaak wel doen, dan moet op een of andere manier al ons denken, al onze emoties, al onze kennis gecodeerd zitten in die verbindingen tussen die neuronen. Dus leren is eigenlijk het veranderen van verbindingen tussen neuronen. Dus dan zien we een aantal dingen die daarin kunnen zitten. Nou, wat wij doen als neurowetenschappers, zeker neurowetenschappers die humaan onderzoek doen, dus wij proberen in de hersenen te kijken. En dat doen we met behulp van beeldvormende technieken, zoals MRI-scanners. Daarmee kunnen we eventjes in de hersenen kijken. Nu is het natuurlijk zo dat ongelooflijk complexe processen van neuronen, daar kunnen we heel moeilijk bij, want we kijken eigenlijk van heel ver af. Ik stel me altijd voor als dat ik een soort astronaut ben, die boven de aarde hangt. Rond cirkeltjes draait daar en probeert te snappen wat er daar beneden allemaal gebeurt. En kun je je voorstellen van, hoe kun je daar nou ooit grip op krijgen wat er daar zich allemaal afspeelt in al die krioelende mensen daar beneden. Nou, wat we nou kunnen doen is het waarnemen wanneer heel veel mensen tegelijk hetzelfde gaan doen. En dat kun je je voorstellen als dat het licht aangezet wordt op allerlei verschillende plekken. En dan zie je allemaal een soort hotspots komen van waar activiteit is. En die kunnen we ook aan elkaar linken, dus we kunnen zien wie met elkaar praat en wie er netwerken vormen. En zo kunnen we dus hersenonderzoek doen en kijken hoe veranderingen in de hersenen plaatsvinden tijdens activiteit. Dit doen we in een MRI-laboratorium. Hier is even een klein voorbeeldje van hoe we dat doen. Dit is Menno Bentveld die op zoek is bij ons. Die leggen we hier in de scanner en in die scanner lig je met een soort kooi om je heen. En we kunnen je daar allerlei dingen laten zien ook. We kunnen je filmpjes laten zien, we kunnen allerlei ervaringen, ook stressvolle ervaringen, laten meemaken terwijl je daar ligt. En dan kunnen we in je hersenen kijken. Dus we kunnen je huid kunnen we zo in beeld brengen en dan kunnen we daar doorheen gaan snijden. En op die doorsneden kunnen we vervolgens activiteit projecteren en zo kunnen we zien waar in de hersenen zich bepaalde dingen afspelen. Dus dit is het soort onderzoek wat wij zelf doen. Nou, toegepast op stress is dit ongeveer wat we nu zien, als we dit soort testjes doen. Dus er zijn bepaalde netwerken die actief worden tijdens stressvolle ervaringen, zoals we zagen bij die man die door het bos loopt. Waaronder die amygdala, die zit hier ook bij. En wat we zien is dat we als we iemand gestrest maken, dat dat actiever wordt. Dus je krijgt een netwerk van activiteit wat reageert op plotselinge dingen die er gebeuren. Dus dit zou je het stressnetwerk kunnen noemen. Aan de andere kant hebben we controlenetwerken die proberen die andere netwerken onder controle te houden. Dus het zijn balancerende systemen. En dus je moet je voorstellen dat je met deze netwerken meer bedenkt van wat is het derde punt ook weer wat ik wil maken in mijn debat. En wat we zien is dat die niet meer werkt onder stress. Dus onder stress komen we in een staat van alarm eigenlijk, die het beter maakt om op onverwachte dingen te reageren, maar die het juist slechter maakt om nog helder te kunnen nadenken. Dus de conclusie zou dan kunnen zijn, stress is eigenlijk een soort van alarmsysteem wat alleen maar je in een alarmfase, nummer 1, brengt. Dan zit je hersenen in een staat van hoogste paraatheid. Nou, dit is het eerste deel, we gaan nu naar het tweede deel. Dit is namelijk niet het hele verhaal. Er zijn ook biologische systemen namelijk die op een andere manier werken. Hiervoor gaan we even naar een ander voorbeeld. Dit is een spin, ik weet niet of het onprettig is voor jullie om naar te kijken. Sommige mensen krijgen hier al zweethandjes alleen al van dit zien op het scherm. En sommige mensen zijn hier ook, hebben fobieën voor spinnen. Ze krijgen sterker van een soort stressreacties als ze een spin zien. Er zijn therapieën voor. En dit is even een voorbeeld van een onderzoek dat gedaan is, wat heel erg fascinerend is. Wat ze hier gedaan hebben, is de mensen die spinnen laten zien. En daar langzaam proberen die reactie uit te doven, dus langzaam wordt er steeds minder bang voor. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben daarbij pilletjes gegeven met cortisol. En cortisol is het stresshormoon. Dus wat zou je nou verwachten als je dan het stresshormoon erbij geeft? Dan zou je denken, dan wordt het nog erger. En dat is niet wat er gebeurt. Als je mensen cortisol erbij geeft, dan zie je dat de reacties naar beneden gaan. Dus cortisol, het stresshormoon, zorgt er eigenlijk voor dat je minder angstig wordt. En het lijkt dus dat cortisol een soort remmer is van de stressreactie. Dus het natuurlijke stresshormoon. Dus dit wijst erop dat we een natuurlijk stresssysteem hebben, wat niet alleen bestaat uit een alarmsysteem, wat namelijk hier zou zijn, maar ook uit een herstelfasesysteem, wat gedreven wordt door die stresshormonen, door dat cortisol in de hersenen. Dus daar kunnen we onderscheid maken tussen de snelle effecten van adrenaline en soortgelijke stofjes, en van trage effecten van cortisol, die noodzakelijk zijn om jezelf weer tot rust te krijgen. Dus we hebben ook hiermee onderzoek gedaan, wat als we gaan kijken naar de latere fase, wat zien we dan in termen van hersenactiviteit? En inderdaad zien we daar het omgekeerde. Dus je ziet dan in dat stressnetwerk zien we een remming. Dus we zien dat daar mensen minder gaan reageren juist. En dat de denkprocessen die in dat controlenetwerk juist beter worden. Dus hier lijkt een soort biologisch systeem wat ervoor zorgt dat je je stressreactie kunt remmen en daarmee jezelf ook voor langere termijn kunt aanpassen aan zo'n stressor. Dus we weten ook dat cortisol heel belangrijk is bijvoorbeeld voor geheugen. Dus je bent beter in staat om je stressvolle ervaring in je geheugen op zo'n manier op te slaan dat je daar de volgende keer ook weer wat aan hebt. Dus dit zijn allemaal gezonde systemen en stress in zoverre zien wij als wetenschapper dit als een heel belangrijk en goed biologisch systeem. Maar wat gebeurt er nu als dat constant aan blijft staan? En dan komen we dus op het probleem van wat er gebeurt als je chronische stress hebt. Wat kan leiden tot burn-out. Bijvoorbeeld omdat je op je werk constant onder zware stress staat en je nooit rust hebt. Wat we dan zien is dat precies die systemen waar ik het net over had, en vooral dat cortisolsysteem, wat zo belangrijk is om weer tot rust te komen, ontregeld raken. Dit is even een beetje een lastig grafiekje, ik zal het heel even uitleggen. Dus dit is onderzoek wat gedaan is in burn-out patiënten. En wat we normaal gesproken zien is dat als iemand wakker wordt, dat cortisol dan ook even heel hoog is en dat het daarna gaat dalen. En dat cortisol ook heel erg reageert als je belangrijke dingen moet doen, op en neer fluctueert. Wat je ziet bij mensen met burn-out is dat die pieken die zijn lager, dus het is minder dynamisch het systeem. En het blijft ook lager hangen. Dus het systeem wat moet zorgen voor je natuurlijke remming en adaptatie, werkt niet meer goed dan. Waardoor je eigenlijk constant in die alarmstaat blijft. Dit is de laatste slide die ik qua onderzoek wil laten zien. Wat ook dit is een heel belangrijk onderzoek wat gedaan is. Wat we dan ook zien is dat dat een effect heeft op de hersenen. Dus in wezen tast je hersenen aan. In de zin dat je, dit is het werk wat gedaan is bij ratten. Dat als je ratten over langere perioden onder chronische stress zet, dus dierexperimenteel onderzoek, wat je dan ziet is dat die vertakkingen die ik net liet zien in het filmpje, tussen die neuronen die aan elkaar gekoppeld zijn, dat die minder worden. Dus de verbindingen tussen je hersencellen worden aangetast door langdurige stress. En dan specifiek in die gebieden die te maken hebben met die controlenetwerken. Dat zien we hieronder ook. Dat we in de mens kunnen zien dat de verbindingen tussen die hersengebieden, in termen van activiteit bij de mens, slechter worden. Dus die gebieden gaan minder communiceren. We zien daarbij ook dat het aandacht richten, zowel in ratten als in mensen, daarmee minder wordt. Dus al die systemen hebben op lange termijn negatieve effecten op de hersenen, in de zin dat het systeem uitput als je constant in een alarmtoestand blijft staan. Dus de vraag is dan, wat moeten we uiteindelijk doen? Hoe moeten we ons leven leiden en toch niet al te veel last hebben van stress? Dus ik hoop dat jullie uit mijn verhaal hebben opgepikt dat mijn mening niet is dat we alle stress moeten verwijderen uit het leven. Ik denk dat het meemaken van opwindende ervaringen en spannende dingen, het aangaan van uitdagingen, voor veel mensen essentieel is aan de kwaliteit van leven. Dat is voor mij wel het geval in ieder geval. Dat voor misschien niet iedereen zou zijn, maar voor anderen wel. Dus ik zou er niet voor pleiten om allemaal aan dit soort middelen te gaan. Allemaal aan mindfulness, yoga, antistresspillen, kalmeringsdrankjes, etc. Wat er allemaal te krijgen is. Maar wat we moeten doen is ons aanpassen aan het natuurlijke ritme van onze systemen. Dus we moeten binnen het ritme van onze biologische systemen proberen tot rust te komen. En niet altijd maar constant door te gaan. En waar ik als laatste ook voor zou pleiten is dat in plaats van dat we alleen maar dit soort niet erg goed onderbouwde middelen voor stressreductie gebruiken, zie ik als een taak van mezelf als neurowetenschapper om steeds meer in wetenschap te investeren, ook in het begrijpen van hoe kunnen we nu stress beter onder controle krijgen. En daar een veel beter biologisch gefundeerd inzicht in krijgen. Dus daarmee wil ik afsluiten. En jullie bedanken voor jullie aandacht en ik wil graag vragen van de zaal. Mag ik als eerste? Ja. Zo van wat mij opvalt is wat Bregje Hofstede zegt, zo van je moet naar jezelf luisteren. En vervolgens krijg je een verhaal over dat er iets mis is in je amygdala en die kan ik zo moeilijk voelen. Dus mijn vraag is zo van wat levert het nou dit moment al op aan wat neem je bij jezelf waar, bijvoorbeeld wat je geïnspireerd is in je eigen laboratorium, zeg maar. Lukt het om die belevingswereld aan te sluiten, je eigen beleving van stress, heb je daar andere inzichten over, geeft het een verrijking of een vervreemding? Ik denk dat we nog wel ver zijn om het echt een verrijking te laten zijn. Voor mijzelf is het wel een grote verrijking. Als je weet hoe die stresssystemen werken, dan kun je ze ook beter bij jezelf voelen. Dus ik kan heel goed bij mezelf waarnemen wanneer mijn hartslag verandert. Dat zou denk ik heel belangrijk zijn, ook om mensen te leren. Dat sluit aan bij jouw vraag ook, denk ik. Dat je eigenlijk zou moeten leren om voor jezelf waar te nemen wanneer je lichaam op een bepaalde manier reageert. En dat niet alleen maar met een telefoon te doen. Dus die telefoons denk ik wel kunnen helpen daarbij. Je krijgt een soort interactie tussen je quantified self en je echte zelf. En je echte zelf, wat je zelf waarneemt, kan verrijkt worden door wat je van buiten ziet. Zoiets? Is dat het verhaal? Het moet gebruikt worden om je te leren om het beter zelf te doen. Als het alleen maar buiten jezelf geplaatst wordt, dan leer je misschien juist slecht om het zelf te doen. Oké, dankjewel. Er loopt iemand erop. Ja, ik heb eigenlijk zelf wel een vraag. Ja. Ik begreep niet helemaal, je zei we moeten ons leren aanpassen aan het biologische ritme van onze systemen. Kun je dat iets meer concreet maken, want ik weet niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Wat ik daarmee bedoel is dat je in het ritme van de biologie, dat betekent dat die cortisolsystemen die moeten binnen een bepaalde tijdspanne weer tot rust komen. En dat gaat over een aantal uren. Dus je zou een aantal uren daarin dat systeem moeten laten dempen, om daarna weer opnieuw iets nieuws te kunnen doen. Dus als je het te snel achter elkaar korte rustfases hebt, dan is dat niet voldoende om dat systeem tot rust te krijgen. Dus je moet rekening houden met hoe dat systeem biologisch gezien werkt. Wil je er profijt van hebben. Dus maar om een paar uur iets spannends doen, niet de hele tijd achter elkaar. Ik probeer het praktisch te maken. Ja, je moet een paar uur dan even niet iets anders doen. Is het hetzelfde als dat mensen zeggen, je bioritme, en je hebt dagmensen, je hebt ochtendmensen, je hebt nachtmensen. Ja. Is dat hetzelfde parallel? Het heeft wel met elkaar te maken, want de nachtmensen die hebben ook een andere werking van het cortisolsysteem. Dus die hebben minder die piek 's ochtends bijvoorbeeld. Nachtmensen hebben sowieso wat meer kwetsbaarheid ook voor het ontwikkelen van dit soort klachten. Dus die systemen hebben wel met elkaar te maken. Maar hoor ik je nou ook zeggen dat je zegt mensen moeten het eerst zelf ontdekken en dan pas via devices daarmee leren om te gaan. Heb je een suggestie hoe je mensen leert, vooral jonge mensen, ja. Wat hun vlieguren zijn met stress en stressreductie? Ik zou er wel voor pleiten om die apparaten te gebruiken, maar dan dus inderdaad om mensen te leren om het zelf te kunnen doen. En we zijn er ook mee bezig in onderzoek. We zijn nu ook in onderzoek aan het proberen om mensen met allerlei apparaten uit te rusten en ze daarmee in hun dagelijks leven te laten volgen. Nou, wat je daarmee zou kunnen doen is dus leren wanneer hun lichamelijke stressreactie omhoog gaat. Wanneer ze het zelf kunnen herkennen. En wat je ook kunt doen is op basis van die metingen dan zorgen dat mensen een seintje krijgen. Dus dat het apparaat zou kunnen herkennen van ja, nu ga je te ver. Let op wat je nu aan het doen bent. Om ze op die manier te trainen om dat wel uiteindelijk zelf te kunnen. Dus. Moeten mensen door middel van apparaten worden getraind daarin? Kunnen ze dat niet zelf leren zonder apparatuur? Ik denk dat je het zeker zonder kan. Ja. Maar het is een hulpmiddel. Ik zou dat zien als een hulpmiddel. Ik zeg niet dat iedereen dat zou moeten doen. Maar het zou in kwetsbare groepen zou het een hulpmiddel kunnen zijn om dat beter te kunnen leren. Je kunt er nu vroeg nog mee beginnen, denk ik. Dus sta jij een schoolsysteem voor waarbij het 's middags scouting is en 's ochtends leren of zo? En scouting in de gevaarlijke orde waarbij je stresssysteem net zo'n opdonder krijgt als bij een toets? Nou, ik denk niet dat ik dat zou voorstellen. Wat dan? Dat mijn kinderen op zo'n school terecht zouden komen. Oké. Neem maar iets anders. Wat ik zou voorstellen in vroegere fase al? Ja. Ik denk je lichaam, dat je daar toch ook... Nou, ik denk dat in het onderwijs dat er veel te weinig rekening wordt gehouden nog met dit soort systemen. En het zijn een aantal dingen die ik belangrijk zou vinden. Dat is namelijk dat we bijvoorbeeld rekening houden met wanneer we mensen testen. Dat we daar rekening moeten houden met stressreacties. Dus zorgen dat niet mensen heel erg gestrest aan de test beginnen. Aan de andere kant kunnen we het ook in positieve zin gebruiken. Want stress leidt ook tot veel beter geheugen. Dus we kunnen ook dingen spannender maken. En het juist in positieve zin dezelfde systemen gebruiken. Dus het zijn geen slechte systemen testen. Nogmaals. Dus iedereen die nu een vraag stelt, die gaat deze lezing beter onthouden, begrijp ik. Dus ja. Kom op. Ja. Nou, ik heb eigenlijk een concrete vraag, maar meer vraagteken boven mijn hoofd of zo. Wat Bregje zegt is vooral, als je stress hebt moet je teruggaan naar je lichaam, wat je met de burn-out vaak vergeet. En u zegt, het is ook zeker niet alleen de hersenen, maar ook lichamelijk. Maar wat u zegt is mijn hart voelen en daarbij is het handig en goed om te weten hoe dat werkt. En wat Bregje zegt is juist de rust nemen, voelen hoe je hartslag voelt. En dat botst voor mijn gevoel een beetje, want als ik stress heb en ga denken, oh ja, dit zit met adrenaline zo en cortisol zo, dan ga je toch heel erg in je hoofd zitten in plaats van het fysieke, het je lichaam voelen, zeg maar. Ik weet niet of jullie daarin naar elkaar... Ja, botsten wij nu? Voor mijn gevoel niet. Ik dacht ook niet. Ik denk namelijk zelf dat... Dat kennis, dat was voor mij persoonlijk wel een mooie sluipweg. Hoe ga je dat beginnen? Want ik vond het heel moeilijk om dan te gaan beginnen met voelen hoe het met mijn lichaam gesteld was. Omdat ik heel erg in het hoofd voor mijn gevoel vast zat. Ik denk dat je dat wel heel bewust kan gaan trainen. Want dat is eigenlijk hoe je leert. Dus door dingen, in het begin zijn ze bewust. En daarna slijt het in. Eigenlijk als bijna als... Een auto die steeds dezelfde weg rijdt, maakt van die hobbels in een zandweggetje. Op een gegeven moment is het ingesleten en dan is het een gewoonte en dan kun je het vanzelf. Maar voor mij heel kennis en bewust letten op, bijvoorbeeld op zo'n meditatiekussen, die is ook eigenlijk niet een heel gewone situatie. Maar dat hielp mij wel om in allerlei alledaagse situaties toch te kunnen denken van, oh ja, ik heb nu vet veel spanning in mijn schouders. Ik weet niet wat voor jou een tegenstelling was in onze verhalen. Nee, ik had niet het idee dat wij een tegenstelling hadden tijdens de studie. Mijn bedoeling was juist om aan te geven dat wat jij bedoelt met het leren herkennen van je signalen, dat we het onderzoek wat wij doen zouden kunnen gebruiken in die richting. In de zin van dat we mensen dat daarmee kunnen leren om het zelf te doen. En moet ik me dan voorstellen dat je bijvoorbeeld een signaaltje kan krijgen, oké, je cortisol levels zijn nu niet zo lekker. En dat jij dan bij jezelf nagaat, wat heb ik de laatste tijd gedaan? Hoe voel ik me nu eigenlijk? Zodat je de volgende keer die situatie misschien ook zonder alarm herkent. Ja. Zoiets? Ja, cool. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Met cortisol is dat heel moeilijk trouwens. Met hartslag kan dat zeker. Zijn er meer vragen? Yes. Maar natuurlijk nooit, ja. Dank je. Ik hoorde je zeggen dat op het moment dat je heel veel stress ervaart, dat dan de neuronenverbindingen minder worden. Moet ik het dan ook zo doorvertalen op het moment dat je dan een burn-out hebt, dat je daardoor schade veroorzaakt in je hoofd? Of is het niet zo zwart-wit? Ja. Van groeien daarna die verbindingen weer aan, dat het beter met je gaat? Of hoe gaat dat? Nou, het goede nieuws is dat dat wel weer aangroeit, daar is ook een onderzoek naar. Maar het... je zou zeker dat schade kunnen noemen. En dat klinkt dan heel dramatisch, hè? Dus je zegt van ja, je krijgt hersenschade van stress. Maar als je op een iets andere manier naar kijkt, hoe ik het probeerde uit te leggen in het begin, dat eigenlijk elk leerproces is een verandering in verbinding tussen neuronen. Dus het tijdelijk verminderen van verbindingen kun je ook zien als een leerproces en een aanpassingsproces waar je brein zich aanpast aan een nieuwe situatie. En op dat moment is dat voor ons niet wenselijk, maar vanuit het brein gezien is het een manier om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Dus ik zou het niet per se schade noemen altijd. Ja, ik kan wel nog iets toevoegen over hoe dat voor mij voelde, want ik kan me heel goed voelen, ik kan me dit heel goed voorstellen. In mijn boek gebruik ik de metafoor dat ik het gevoel had dat mijn brein ongeveer zo groot was als een walnoot. Omdat ik gewoon echt er geen 3 gedachten tegelijk in kwijt kon. En verbanden leggen en dat soort dingen was allemaal echt heel moeilijk. Dus ik geloof het in ieder geval zo, als ik dit hoor. Wat er dan fysiek veranderd is. Ja. Ja, dat is jouw ervaring ook. Ja. Ja, en mijn ervaring is gelukkig ook wel dat ik me nu weer voelde zoals ik me daarvoor voelde. Dus, ja. Nee, dat is wel een van de fascinerende dingen die we geleerd hebben van hersenonderzoek, is dat het brein zo ontzettend plastisch is. Het veranderen van verbindingen in de hersenen gaat zo snel. Zelfs binnen uren zijn er al verschillen aangetoond in dat verbindingen gaan veranderen. Bregje, als ik vraag mag, je zei, je schreef ook in je boek over dat dat je slecht geleerd hebt om met teleurstellingen om te gaan. Dat dat ook iets is wat jij verbindt aan een burn-out, die prestatiedrang en dwang en... Ja, is dat iets waar jullie allebei... Op de basisschool hadden wij cijfers voor onder andere teleurstellingen verwerken. Dat was onderdeel persoonlijke ontwikkeling. En dan zat het mijn enige onvoldoende. Ja, en ik denk dat is ook wel iets wat heel erg op onze generatie rust. Wij hebben een beetje een slechte naam wat dat betreft. We zijn strebers, we denken dat we krijgen natuurlijk alle kansen. En dus als het ons niet lukt, is het echt onze eigen schuld. Dat maakt de druk heel hoog. Ik denk dat is wel ook een soort van culturele achtergrond van dit soort stressklachten, denk ik. Ja. Oké, dus meer aandacht voor falen en mislukken en lummelen, dat zou bijdragen aan... Wordt het gedeeld in de zaal ook? Ik denk dat veel mensen vergeten dat falen echt een ontzettend goede manier is om te ontdekken wat je wel of niet wil, wat je wel of niet kan, wat er wel of niet werkt. Als het altijd in één keer goed moet zijn, en dan ga je nooit een keer iets nieuws bedenken of ontdekken. Ik denk dat we meer tolerantie zullen moeten hebben voor falen. Bijvoorbeeld ook als je ergens voor een beurs wil aanvragen, dan moet je van tevoren bijna al kunnen bewijzen dat het je gaat lukken en dat het een fantastisch succes gaat worden. Dan geef je iemand ook eens een beurs om een wild plan te proberen dat dan misschien mislukt. Ja, maar ik denk wel dat we daar iets meer ruimte voor kunnen laten. Deel je dat? Ja, absoluut. Ja. Nee, ik denk, het is bekend uit onderzoek dat een van de belangrijkste risicofactoren voor burn-out is. Ja, wat precies? Het perfect willen zijn eigenlijk. Mm-hmm. En voor jezelf een hele hoge lat leggen en daar nooit aan voldoen. Dus ik wil niet voor jou praten. Maar, ja, waarbij ik wel wil zeggen dat die lat je ook natuurlijk van buiten wel wordt aangereikt. Ja. Ja. Maar is dat wel eigenlijk... Oh, sorry. Het is interessant of dat cultureel anders is nu dan 20 jaar geleden bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik heb een vraag om jullie daarover nadenken. In het boek van Big Bang tot Burn-out wordt geschetst dat ons brein niet dusdanig evolueert dat we dus om kunnen gaan met alle stressoren in de maatschappij van tegenwoordig. Ook onze 24/7-economie. Maar is het reëel om te denken dat wij of nog gaan evolueren, of moet de maatschappij dusdanig gaan evolueren dat we het wel weer aan kunnen? Is er? Goeie vraag. Oké. En de maatschappij, daar ben jij, hè? Dat zijn wij. Evolutie werkt alleen over heel veel generaties. Dus dat gaat ons in ieder geval niet helpen hier in deze zaal. Is het mogelijk? Dus het enige wat wij... Nou, natuurlijk is het mogelijk, maar evolutie treedt plaats op basis van natuurlijke selectie. Dat betekent dat alleen die mensen die in een moderne maatschappij mee kunnen komen, zich zouden voortplanten. Dat is hem niet wenselijk, dat willen we niet. Maar als dat zo zou zijn, dan zou je op een gegeven moment een mensheid krijgen die beter bestand is tegen de stress van de moderne maatschappij. Ja, want ik heb het idee dat dat nu al de hele tijd wordt gevraagd. Ja, ik denk zelf, bijvoorbeeld de techniek gaat echt sneller ontwikkelen dan de mens. Ja. Je kunt bijvoorbeeld liften maken die zo snel gaan dat je oren ervan gaan bloeden. Dat is hartstikke leuk zo'n lift, maar je kunt er niet in gaan staan, want dan ga je oren bloeden. Dus er is een grens aan de mens die er niet per se is in de techniek. Want de techniek kunnen we veel sneller ontwikkelen dan we onszelf genetisch in één keer zo super mensen kunnen maken die al deze stress in één keer zo zingend overleven. Dus ik denk dat we echt gewoon toch die techniek mensvriendelijker moeten maken, in plaats van hopen dat de mens techniekvriendelijker gaat worden binnen 20 jaar. Ja, en als ik dat mag zeggen, er was een jonge dame die 3000 kilometer door Nieuw-Zeeland heeft gelopen, gewoon back to nature. Die heeft ook net een boek geschreven, die wist niks van de iPads, moest haar vader helpen en hupsakee, in één keer kon ze die iPad aan de gang krijgen. En haar verklaring daarvoor is, rust, ik ben gewoon zo down to earth, dat ik uitstekend in staat ben om logisch na te denken. Dus dat is toch een soort pleidooi dat je misschien minder snel evolueert met die rust, reinheid, regelmaat. Dat toch iets is waardoor we misschien toch sneller een been bij trekken. Of heb ik het mis? Heeft zij het mis? Nee, ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn. Dat het niet zozeer de mensen is die ze moeten aanpassen, maar de omgeving daaromheen. Of begrijp ik je verkeerd? Nee, maar ik vraag me dan af, zeg maar in werksituaties. Ik hou even de telefoon bij me. Of de telefoon. De microfoon. Nou, in werksituaties wordt natuurlijk nu ook al geselecteerd wie de beste past of wie het beste tegen stress kan, krijgt de baan. Ja. Dus ik vraag me dan af, zeg maar, wanneer komt dan het kantelpunt? Ja, ik weet niet, zeg maar, ik vraag me af wat jullie visie dan daarop is. Wanneer komt dan het kantelpunt waar ook, zeg maar, de werkmaatschappij daarin zich gaat aanpassen? Maar als ik zag op mijn stage, iedereen heeft een werktelefoon, die moet die 24 uur 7 bij zich houden, want dat is prettig dat iedereen bereikbaar is. Moet direct mailen, dat wordt gewoon geëist. Dat is niet iets wat we graag doen, maar dat is een vereiste van de baan. En dat, blijkbaar kunnen we dat niet helemaal goed aan. Want we krijgen dus op jonge leeftijd al 1 op de 6 een burn-out. Dus ik vraag me dan af, wanneer komt dan het kantelpunt waarin we ook weer gezond gaan werken? Ik hoop wel dat die snel komt, overigens. Ja. Ik hoop het voor jullie allemaal. Ja. Nee, maar dat lijkt me ontzettend belangrijk dat we daar veel meer op gaan letten. En dat we op een andere manier in werkomgevingen daarmee omgaan. Dat is echt ontzettend belangrijk. Ja, voor mij is dat echt een politieke en een morele vraag. Want er zijn heel veel bedrijven die wel zo werken, die gewoon denken, oké, 10% brandt op, prima, dan zijn we die 10% kwijt. Dan houden we de 90% over die niet opbrandt of nog niet opbrandt. Ik vind dat een belachelijke manier om met je mensen om te gaan. Ik denk ook dat je uiteindelijk dan een soort van een hok vol gestreste konijnen hebt die niet meer voor zichzelf kunnen nadenken, alleen nog maar denken target. Ik denk niet dat dat speciaal op de lange termijn goed is voor je bedrijfscultuur, je bedrijf, de vernieuwing daarbinnen. En zeker niet voor de mensen die, en als je daarom geeft, vind ik dat je als bedrijf ook een verantwoordelijkheid hebt om dat soort chronische stress niet gewoon mee te nemen in je berekenings van oké, we gaan er vanuit de 10% opbrand, maar je ervoor in te zetten dat dat niet gebeurt. En het is heel moeilijk om te zeggen, oké, bij zo'n bedrijf moet je dus maar niet gaan werken, want je hebt niet altijd de keus. Maar ik denk wel, ik vind dat daar echt een verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Ja. En om daar even aan toe te voegen, ik denk ook dat het vaak zo is dat het essentiële mensen zijn juist voor een organisatie. Die opbranden. Ja, want dat zijn de mensen met superveel verantwoordelijkheidsgevoel, die altijd een stapje extra zetten. Dus ja, of je die nou het als eerste kwijt wil, dat is je keuze inderdaad. Maar er zijn wel wetsvoorstellen, volgens mij Frankrijk heeft een wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers na werktijd niet meer mogen worden gebeld. Dat is namelijk na werktijd. En ik heb het zelf ook wel eens gezegd, en toen kreeg ik in België, en toen kreeg ik in een krant van de hoofdredacteur het commentaar dat het een heel radicaal voorstel was om mensen na werktijd niet te laten werken, maar dat we toch serieus een overweging moesten nemen. Vind ik zelf wel. Ja, Erno, je had het net over natuurlijke selectie. En ik ben in dat kader wel benieuwd naar of er een verband is tussen intelligentie en burn-out en hoe dat dan zijn effect gaat hebben op natuurlijke selectie, want die bestaat eigenlijk tegenwoordig niet meer. Ja, het zijn twee dingen die je daar zegt. Het verband tussen intelligentie en burn-out, ik heb daar niet direct onderzoek over gezien. Het zou me niet verbazen als intelligentie hoger is bij burn-out patiënten, maar dat durf ik niet hard te zeggen. Het andere is of er nog steeds natuurlijke selectie is. Dat is echt zeer de vraag of dat zo is. Dat er geen natuurlijke selectie meer is op dit moment. In de moderne maatschappij is er nog steeds een competitie voor werk, voor geld, voor partners, voor allerlei van de processen die je zag in de evolutie, die zijn nu nog steeds gaande. Misschien iets mindere mate, maar we kunnen niet zeggen dat de evolutie gestopt is. Evolutie is natuurlijk wel een heel erg langzaam proces. Dus alleen over tientallen tot duizenden generaties zul je enig effect zien van dat de genenpool verandert door natuurlijke selectie. Nou, het is niet helemaal waar wat je zegt. Maar, okay. Zo van bijvoorbeeld dat de keizersneden zijn, heeft ervoor gezorgd dat de hoofden van mensen al groter zijn. De keizersneden zijn er sinds 100 jaar, dus het gaat best snel. Ten eerste, maar eigenlijk probeer ik even, het verandert best snel, maar ook nu, maar omgaan met stress is natuurlijk een heel groot radicaal ding. Maar ik wil graag een slotvraag stellen en dan straks nog een geleide meditatie doen. Hier is nog een vraag ook aan van een student, mag die nog? Laatste, ja. Okay. Ik vroeg me af hoe het kan dat je soms een stressreactie hebt die totaal niet in proportie staat tot de situatie waar je in zit. Ja? Ja, dat is... Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de systemen die bij ons voor stressreacties zorgen, zijn niet dezelfde systemen als waarmee wij onze bewuste afwegingen maken. Dus die reacties hoeven niet per se overeen te komen. Kijk maar naar de spin die ik net liet zien. Misschien sommige mensen wel gemerkt dat je daar een soort van reactie op krijgt. Het is gewoon bekend dat veel mensen die reacties hebben, terwijl ze zelf ook weten dat het helemaal geen kwaad kan. Dus de afweging die je maakt van hoe gevaarlijk iets is, geeft het brein verschillende antwoorden op verschillende plekken. Het brein is geen geheel wat dat betreft. Ja, maar hoe komt het dan dat je die misinschatting maakt, zeg maar? Ja, dat is niet echt een misinschatting, het zijn gewoon twee verschillende systemen die iets anders zeggen. De ene werkt op basis van better safe than sorry. Dus laat maar de alarmbellen afgaan en dan overleven we het in ieder geval. En de andere werkt veel meer rationeel van, wat is nou daadwerkelijk het gevaar? Mag ik nog? Allerlaatste dan. Nou, daar wilde ik graag een vraag over stellen. Als je verstand zegt van, nou dat kan ik wel, maar dat lichaam reageert helemaal totaal niet. Hoe denkt u bijvoorbeeld over antidepressiva? Moeten die dat oplossen, stilletjes aan? Nou ja, antidepressiva die zullen dat probleem in ieder geval niet oplossen. Die kunnen in een individu wel een zetje geven om die twee systemen wat op een iets andere manier zich tot elkaar te laten verhouden. Dus hoe ik dat zou zien is dat als je over die twee systemen, dat systeem wat emotioneel reageert versus het controlesysteem, dan zullen antidepressiva het controlesysteem uiteindelijk wat versterken. Dat zorgt dus op korte termijn voor dat het even wat beter kan werken en op langere termijn het zichzelf kan leren om weer beter in controle te komen. Dat zou mijn opvatting daarover zijn. Ik weet niet of dat antwoord geeft op uw vraag. Oké, dankjewel voor je aandacht. Mag ik een laatste ding vragen? Het is de maand van de filosofie, dus ik wou een filosoof nog iets laten vragen. Hans Achterhuis, de eerste denker van het vaderland, die zegt: wat me zo opvalt aan deze tijd is dat iedereen altijd maar aan zichzelf werkt. En hij gaf als voorbeeld, laten we teruggaan naar de middeleeuwen, daar hadden we als ideaal een lui lekker land waar je achterover kon zitten. En dat de gebraden kip in je mond vlogen. Moeten we niet iets van dat gevoel terugkrijgen? Misschien kun je daar een kleine reflectie op geven, allebei. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooropgesteld dat we wel meer dan ooit, meer dan in de middeleeuwen, in een soort van lui lekkerland leven. Is het nog steeds wel, zeker voor jonge mensen, een onzekere tijd. En je wilt eerst wel zeker weten dat je die gebraden kip aan het eind van de dag ook hebt. Voordat je gaat achterover. Dus in elk geval voor mij was het zo, oké, maar ik moet eerst wel die opleiding afronden met goede resultaten. En dan wil ik eigenlijk gewoon een baan. En voordat je die zekerheid hebt, en die lijkt steeds minder zeker, is dit heel moeilijk. Ik ben het wel met je eens, maar doe het maar eens. Heel begrijpelijk, dankjewel. Erno? Ja, ik twijfel een beetje aan het uitgangspunt. De bias die er altijd is dat mensen denken van, nou, we hebben het nu eigenlijk allemaal veel zwaarder en veel stressvoller en vroeger was alles makkelijker. En dat zou mijn eerste vraag zijn van, terwijl je daarin je kip ligt te eten, ben je niet bang om cholera te krijgen en de pest te krijgen. In de middeleeuwen was het waarschijnlijk allemaal nog veel zwaarder dan wij nu. Oké. Hartelijk dank voor jullie antwoorden.